Duizenden mensen kwamen zaterdag naar Meerstad voor de vierde editie van de Meerstad Ballon Fiesta. Op het terrein bij Harkstede waren diverse vliegershows en gingen luchtballonnen de lucht in. Het is de vierde keer dat het evenement wordt gehouden. De ballonvaarders zochten ruimte om met veel ballonnen omhoog te gaan. Nou, Meerstad heeft ruimte, dus wij konden ze die plek bieden. En voor ons is het natuurlijk wel een mooie manier om mensen met Meerstad kennis te laten maken. Om te laten zien wat er gebeurt, niet straks alleen vanuit de lucht, maar gewoon ook in de omgeving. Vanwege de stevige wind was het van tevoren nog onduidelijk of de luchtballonnen wel konden opstijgen. Het weer bepaalt ons of wij gaan of niet. En waar let u dan vooral op? Vooral op de snelheid van de wind. De snelheid van de wind heeft invloed op de ballon. Je kan als te veel wind staat, gaat hij alle kanten op. En dan is hij niet controleerbaar. En als rustig weer is, is het geen probleem. Ik vlieg ongeveer 12 tot 15 keer per jaar. Is het verslavend? Het is absoluut verslavend. Het is zeker van begin tot jaar. Wil je met ballonnen te maken hebben, of kleine of grote? Het is een fantastische hobby en een schitterende verslaving. Voor het publiek was er veel te zien op het Fiesta-terrein. Vliegershows, roofvogeldemonstraties en diverse andere activiteiten. Vanwege de weersomstandigheden zijn uiteindelijk 11 van de 30 luchtballonnen vertrokken. Ook de cameraman van OogTV had een plaatsje bemachtigd in de luchtballon en maakte deze beelden. Na een vlucht van 3 kwartier is de luchtballon geland in een weiland vlakbij Borgen Compagnie. Er was een stevige wind, maar we hebben toch wel over het argument een lekkere rustige landing gemaakt. Ik vond dat wat de weer betreft marginaal, dat wil zeggen kan net, had er net gekund. Het was een prachtige tocht, echt geweldig en mooi daarboven. Ja. Zo verbazend dat je daarboven zweeft en dat het zo stil is en zo rustig. Ja, dat is heel erg mooi. De organisatie van Meerstad Fiesta is tevreden over het verloop van het evenement, dat met ruim 10.000 bezoekers een grotere opkomst had als vorig jaar.